In deze gloednieuwe Nintendo Indirect staan we stil bij de samenwerking tussen Lego en Nintendo, bewonderen we de uitgebreide trailer van Paper Mario The Origami King en behandelen we een aantal toffe en minder toffe nieuwe games voor de Nintendo Switch. Welkom bij alweer de derde Nintendo Indirect. We zijn al halverwege juni en we hebben nog steeds geen Nintendo Direct aangekondigd gekregen. Maar gelukkig breng ik via deze Nintendo Indirect toch al het Nintendo nieuws jouw huiskamer in. Doe alvast even dat blauwe duimpje omhoog, abonneer op dit kanaal en dan gaan we snel beginnen. Lego Mario Time! Lego en Nintendo bundelen de krachten via een toffe samenwerking. Op 1 augustus verschijnen namelijk wereldwijd de allereerste Lego sets met Nintendo characters zoals Mario, Bowser en vele anderen in de hoofdrol. Met Lego Super Mario wordt Mario tot leven gebracht in de fysieke Lego wereld. Fans kunnen bijvoorbeeld Mario's huis bouwen, op zoek gaan naar schatten die door Toad zijn verborgen, of ze kunnen Bowser proberen te verslaan in zijn kasteel. In de startset zit de interactieve Lego Mario figuur die je nodig hebt om munten te verzamelen en vijanden te verslaan. Mario heeft namelijk een displaytje waarop je ziet hoeveel muntjes hij heeft verzameld tijdens het spelen van een level. Naast de uitbreidingsset zoals de Piranha Plant Power Slide zijn er ook 10 verzamelbare vijandpersonages aangekondigd die je kan bemachtigen via zogenaamde blind bags. In deze blind bags zitten vijanden zoals Bob-omb, Bullet Bill en Spiny en nog veel meer. Tot nu toe zijn er 16 Lego Super Mario sets aangekondigd en via een ondersteunende app kan je nog wat extra inspiratie opdoen voor het bouwen. Het volledige Lego Super Mario assortiment ligt op 1 augustus in de winkels en ik ben heel erg benieuwd of jij die in huis gaat halen. Ninjala is een Splatoon-achtige online actiegame. Bewapend met verschillende items zal je het vijandelijke team moeten verslaan om de overwinning over de streep te trekken. Qua stijl heeft het dus wel wat weg van Splatoon, maar je zal in Ninjala de map niet hoeven verven. Je kan je hier dus puur richten op het uitschakelen van je tegenstander. Ninjala is een gratis online game, maar er komt ook een singleplayer story mode naar Ninjala. En je raadt het al? Deze is niet gratis. Gelukkig lijkt de prijs mee te vallen, want voor een tientje ontgrendel je deze story mode al. Staat Ninjala bij jou op de radar? Het zou best wel een goed idee zijn, want deze game is vanaf volgende week 24 juni verkrijgbaar in de e-shop van de Nintendo Switch. Nintendo heeft een nieuwe 5 minuten durende trailer uitgebracht voor Paper Mario The Origami King. In deze trailer wordt meer verteld over het verhaal, de gameplay en nog veel meer. Het kasteel van Princess Peach wordt namelijk gegijzeld door 5 enorme linten. Maar gelukkig kan Mario ervoor zorgen dat deze door de versnipperaar gehaald worden. Mario moet afreizen naar verschillende werelden, gevormd door ondergrondse gangen, woeste rivieren, een oeroude ruïne, een landhuis vol ninjas en een levendige oase. In je reis word je vergezeld door Olivia, de vriendelijke zus van koning Olly. En wacht, zien we dat zelfs Kamek Mario nu probeert te helpen? In Paper Mario The Origami King vinden gevechten plaats in een ringvormige arena. Je hebt een goede strategie en snel denkvermogen nodig om vijanden op een rijtje te krijgen en op het juiste moment aan te vallen, zodat je ze de volle laag kan geven. Hierbij word je geholpen door je hamer, andere items en een groep jubelende Toads. Ook bevat deze game allerlei leuke minigames die je tijdens je avonturen kan spelen. Heb jij een beetje zin in de nieuwe Paper Mario game voor de Nintendo Switch? Hij is vanaf 17 juli speelbaar. 13 is een first-person shooter die oorspronkelijk in 2003 is gereleased op de Nintendo GameCube en een aantal andere consoles. Deze game is geen 13 in een dozijn shooter, want met zijn stripboekachtige artstyle en zijn felle kleuren knalt hij lekker van je beeldscherm af. Zei ik net stripboek? Ja, ik zei net stripboek, want 13 is gebaseerd op de gelijknamige Belgische stripreeks. Een remake voor de Nintendo Switch staat al langere tijd op de planning, maar het afgelopen jaar werd het opeens angstvallig stil rondom 13. Maar gelukkig is er nu goed nieuws, want de gamepagina op Amazon Spanje heeft namelijk een release datum op hun productpagina geplaatst. Zo lijken we dus op 10 november aan de slag te mogen met 13. Ik heb daar zelf onwijs veel zin in, want 13 was echt een van mijn favoriete games op de GameCube. En dan nu
2 Kickstarter projecten voor de Nintendo Switch. Via het online platform Kickstarter kan iedereen met een goed idee een fundraising aanvragen. Je vraagt dan mensen online om geld, zodat jij je droom werkelijkheid kan maken en tegelijkertijd iets kan bieden aan de mensen die jou steunen. In de vorige Nintendo Indirect hebben we het gehad over de Wonderful 101 en dit was een succesvol Kickstarter project. Nu zijn er dus 2 nieuwe Kickstarter projecten, waarvan dit de eerste is. Een aantal mensen hadden een goed idee, want zij vinden de controller waarmee zij Super Smash Bros. Ultimate op de Nintendo Switch moeten spelen niet heel erg chill. Ze zweren bij de originele GameCube controller, maar ook die kan wel een upgrade gebruiken volgens hun. En dit is precies wat hun Kickstarter project is. Een betere controller om Super Smash Bros. Ultimate mee te spelen. Ik ga ervan uit dat je ook andere games kan spelen met deze controller, want het is gewoon een controller voor de Nintendo Switch. Maar hij is er dus echt op gefocust dat jij je beste moves en combo's kan uitvoeren in Super Smash Bros. Ultimate. De belangrijkste feature van deze controller is dat er een speciale knop is voor de kleine sprong. Normaal gesproken voer je deze sprong uit door heel zacht op je springknop te drukken. Maar deze controller heeft voor deze kleine sprong dus een speciale knop. En dat is handig, want deze kleine sprong wordt heel veel gebruikt in Super Smash Bros. Ultimate. Inmiddels is er al ruim 15.000 euro opgenomen. En als je nu naar de website gaat, dan zie je dat het project gecanceld is. Het tweede Kickstarter project voor de Nintendo Switch is Colors Live. Misschien heb jij vroeger wel heel veel gegamed op de Nintendo DS. Of ja, gegamed. Misschien heb je ook wel gebruik gemaakt van programma's die iets minder met gamen te maken hebben. Zoals Colors. Colors was namelijk een programma waarmee je kon tekenen op je Nintendo DS. En je kon hierbij de mooiste tekeningen maken. Nu heeft de Nintendo Switch natuurlijk wat betere specs dan de Nintendo DS. En de makers van Colors brengen nu Colors Live uit als het ze lukt om deze Kickstarter tot een succes te brengen. Je kan natuurlijk tekenen op je iPad, maar hoe leuk is het dat je dat nu ook op de Nintendo Switch kan doen? Als je tekent met potloden op papier is het natuurlijk belangrijk dat je af en toe wat harder kan drukken voor wat hardere lijnen en wat zachter kan drukken als je in wil kleuren. En speciaal daarom willen de ontwikkelaars van Colors Live een pressure sensitive pen maken. Deze pen moet zo natuurlijk mogelijk aanvoelen en reageert dus op hoe hard je drukt op je scherm met dit pennetje. Zo wordt het dus hartstikke makkelijk om harde lijnen en mooie accenten te voegen aan al jouw tekeningen. Zelf kan ik niet heel erg goed tekenen, maar ik weet dat er in onze Discord server een aantal mensen zitten die heel erg goed kunnen tekenen. En ik ben heel erg benieuwd. Zouden jullie dit gaan doen op de Nintendo Switch? Of hou je het toch bij de iPad? Onze geliefde game Animal Crossing staat niet langer op de nummer 1 plek als best verkochte game in de Nintendo eShop. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa is er namelijk een nieuwe winnaar. In de Verenigde Staten staat namelijk Minecraft Dungeons, de Dungeon Crawler, op de nummer 1 plek. En ja, in Europa staat deze game niet eens in de lijst. In Europa staat namelijk deze game op nummer 1. NBA 2K20. En dat mag best wel een verrassing heten. Waren het niet dat deze basketbalgame tijdelijk voor €2,99 te krijgen was in de eShop. Dus letterlijk iedereen en zijn moeder heeft NBA 2K20 gekocht. Een andere game die het ook heel erg goed doet en ook in die lijstje staat, is 51 Worldwide Games. En dan vraag je je misschien af, waarom doet deze game het dan zo goed? Nou, dat komt omdat een groot deel van het team dat aan Super Mario Party heeft gewerkt, ook verantwoordelijk was voor deze party game. Super Mario Party kent natuurlijk de allerleukste minigames en ja, dat kan je dus wel toevertrouwen aan deze mensen. Onder andere Takaki Kobayashi, Makoto Eguchi, Yuya Rokuyama, Hiroyuki Seki en Ryu Yokomitsu. Ik spreek het ongetwijfeld niet goed uit, jongens. Hebben gewerkt aan 51 Worldwide Games en deze game betreedt dus ook de toplijstjes voor de Nintendo Switch. Kennen jullie deze game? Nee? Nou, dit is Okami. En Okami wordt geprezen in de wereld van videogames om zijn unieke artstyle. En als je naar deze beelden kijkt, dan snap je denk ik wel waarom mensen deze game zo ontzettend mooi vinden. Er zijn eigenlijk veel te weinig mensen die Okami kennen. Maar de maker van Okami, Ikumi Nakamura, vertelt dat er een hele grote kans is dat er een nieuw deel van Okami gaat komen. Ze wil deze ideeën gaan pitchen bij Capcom en ze heeft er echt heel veel vertrouwen in dat het haar wel gaat lukken. Ikumi Nakamura kan je kennen van andere games zoals Street Fighter 5, The Evil Within 1 en 2 en Marvel vs. Capcom 3. Ze heeft dus al een prachtig lijstje aan games op haar cv staan en we mogen toch echt hopen dat er een nieuw deel van Okami gaat komen.
In de vorige Nintendo Indirect heb ik het gehad over Super Nintendo World, het themapark van Nintendo. Maar ik moet hier eventjes iets over clarifyen. Ik heb namelijk gezegd dat dit een standalone Nintendo themapark gaat worden. Maar het wordt geen standalone themapark. Het is namelijk een onderdeel van Universal Studios Japan. Dus deze studio's die zijn daar al. En Super Nintendo World wordt gewoon een onderdeel, een uitbreiding van Universal Studios Japan. Ondertussen zijn er weer allerlei nieuwe toffe foto's gepubliceerd. En ik moet je wel zeggen dat dit er heel erg vet uit gaat zien. Ik vind dit Bowser kasteel sowieso heel erg nice. En ook met al die groene heuvels, het voelt gewoon echt heel erg Nintendo aan. Ik vind dit heel vet. In een andere foto zien we al de piramideachtige gebouwen die we kennen uit Super Mario 3. En natuurlijk ook uit Super Mario Odyssey. En daarnaast zien we zo'n vlaggenpaal die in elke Mario game wel weer terugkomt. Jongens, het lijkt me zo ontzettend vet om in Super Nintendo World rond te lopen. Ah, ik wil daar echt naartoe. En dan sluiten we deze video af met een aantal goede en ook wat minder goede nieuwe releases voor de Nintendo Switch. Laten we maar met de meest vage game ooit beginnen en dat is Jump Rope Challenge. De bedoeling is dat je in allebei je handen een Joy-Con vasthoudt en de beweging maakt alsof je gaat touwtjes springen. In deze tijden dat niemand buiten kan sporten is het de bedoeling van Nintendo dat je dus lekker gaat touwtjes springen en jezelf op die manier fit houdt terwijl je dus naar een konijntje aan het kijken bent. Heb je de 100 sprongen gehaald? Wow, dan krijg je een andere achtergrond. Namelijk deze kat. Ja, als je dacht dat het nog niet erg genoeg was dat je naar zo'n slecht getekend konijn zat te kijken, dan begint nu ook nog een kat je in de gaten te houden. Door naar de volgende game. En die lijkt mij al iets toffer, want dat is namelijk best wel een leuke voetbalgame genaamd Super Soccer Blast. Deze game geeft mij echt die oude retro vibes terug van de Super Nintendo waarop super veel voetbalgames waren. Maar het allerleukste aan deze game is dat je iedere speler in jouw team volledig kan customizen. Je kan bepalen of de groot of klein karakter wordt. Je kan de vorm van zijn gezicht bepalen, zijn ogen, zijn kapsel, natuurlijk ook niet onbelangrijk. Dus wil je Cristiano Ronaldo en Lionel Messi allebei in jouw team? Helemaal top, dan ga je ze gewoon lekker namaken. Deze game is uitermate geschikt voor couch co-op omdat je hem met 4 spelers tegelijkertijd op de bank kan spelen en zo zijn er niet zo heel veel games meer deze tijd. Dus Super Soccer Blast staat zeker op mijn radar. En de derde en laatste nieuwe release van deze week is Burnout Paradise Remastered. Dit is een game voor alle fans van arcade racers. Want een snellere gameplay dan bij Burnout ga je waarschijnlijk niet heel erg snel vinden. In deze remastered editie zitten maar liefst 8 stukken van extra nieuwe content. Meer dan 130 auto's en veel nieuwe gebieden om te ontdekken. Zoals Big Surf Island. En deze game is volledig geoptimaliseerd voor de Nintendo Switch in 60 fps. Dus stiekem ben ik eigenlijk best wel benieuwd naar deze nieuwe game, of ja, deze remaster in de Burnout-serie. En terwijl we nog steeds wachten op een officiële Nintendo Direct, was dit alweer de derde Nintendo Indirect. Laat even in de comments weten wat je ervan vond en heb jij tof nieuws gevonden? Zet het dan ook hieronder in de reacties en misschien behandelen we wel jouw nieuws volgende week. Doe je duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je dit een leuke video vond. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.